Een manier om glitter aan te brengen op de nagel is om een zogenaamde sugarlaag aan te brengen. Dat doe je door glitters, of ook wel een sugar genoemd. Dat ziet er een beetje uit als suiker. Om dat in de natte topcoat te strooien. Dat laat ik nu even zien. Je begint met het aanbrengen van een no-wipe topcoat. Dus een topcoat die geen plaklaag achterlaat. Als volgt. Zo, een pluisje van mijn vest. Dat ziet er dan als volgt uit. Deze heb ik gebruikt. En dan pak ik mijn bakje erbij om de losvliegende glitters op te vangen. Wie wat bewaart, die heeft wat tenslotte. En dan ga je de glitters los scheppen over de nagel. Dit doe je dus rechtstreeks in de natte, net aangebrachte topcoat. Als de hele nagel goed is bedekt, veeg je even de randjes af. En doe je hem voor de juiste tijd, in dit geval een minuut, in de lamp. De lamp is klaar. Dan pak je de nagel eruit. Pak je even een borsteltje en dan veeg je de nagel even af. Eventuele loszittende glittertjes zijn dan weg. En dan ziet de nagel er op deze manier uit. Voelt wel wat ruwer, omdat de glitters natuurlijk niet bedekt zijn met een topcoat. Want dan liggen ze op. Maar het geeft een mooi effect. Alsof er een suikerlaagje op je nagel zit.